Jongens, ik heb veel goed nieuws van mij. Maar echt, ik ben zo blij dat ik YouTuber ben geworden, echt waar. Maar ik zal jullie subiet vertellen waarom. Dat juist was er iemand aan mijn deur die een pakketje kwam afleveren. Er staat een spin op. Ik heb een pakketje gekregen voor de nieuwe Spider-Man game. Oh, ziet dat. Je ziet wat er allemaal in zit, want ik ga jullie nu jaloers maken. Een special numbered edition. De 455ste van de 1250 Spider-Man strips die speciaal zijn uitgebracht voor dit spel. Oh, ik ben zo fan van Spider-Man, hè? Spider-Man badge. Ah, Spider-Man is zo cool. Wat schetsen van Peter Parker, die zijn kostuum aan het ontwerpen is. En aan de achterkant een ontwerp voor zijn webshooters. Zo cool. Ah, ik heb echt het gevoel dat ik in New York zit gewoon. Een ding om op je broek te strijken als er een gat in zit. De perskaart van Peter Parker. Zal, er zit gewoon een krant bij. Zie dat? Jailbreak. Ah, waarom moet je nu op weekend vertrekken, hè? Een map van New York. En nog ergens een geheime locatie ergens. Cool. Ik heb gewoon een lading echte foto's gekregen van Peter Parker zijn leven. New York! Oh, dat is Uncle Ben waarschijnlijk. Oké, tijd om het spel te installeren. Oh, dat moet nu nog 31 minuten downloaden. Wifi, gaan we vlug gaan wandelen? Is dat een ja? Is dat een ja? Oké, niet meer dan 31 minuten, hè? Kom aan. Kom, wifi. We moeten 5 kilometer doen in een half uur. Wandelen. Door de bosjes. Charles, dat ik zoveel fitness doe. Let's do this. Voor de mensen die denken dat je nu gameplay zult zien van Spider-Man, u bent fout. Ik ga nu een video starten van die keer dat ik zelf echt in New York was en dat ik voor de eerste keer de Impossible Hamburger heb gegeten. Dat is eigenlijk een hamburger die volledig veganistisch is, behalve het broodje. En dat zou even goed smaken als vlees. Veel kijkplezier, ik ga ondertussen wat Spider-Man spelen. $16 voor een burger. Wel lekker, hè? Het is beter dan eender wat in de McDonald's. Oh, dat weet al lang niet meer. Oké, niemand gaat mij geloven, nee, want ik heb het niet gefilmd. We hebben hier net de Impossible Burger gegeten. Ik ga naar buiten. En ik ben naar buiten aan het wandelen en Casey Neistat passeert gewoon los voorbij mij en die zegt, doe gewoon zo. Die kijkt naar mij en zegt zo, allee, wat is die kans? We zijn in fucking New York. Goedemorgen vrienden van Siroop. Ik heb nog een belangrijk aspectje van de review van de Impossible Burger dat ik wil bijvoegen. Je moet er echt stinkende scheten van laten. Oh.